Een goeiemiddag allemaal. Ik wacht even tot alle mensen een beetje binnendruppelen. Tot de eerste mensen zich aanmelden. De eerste kijker. Even de mensen de tijd gunnen om zich in te checken. Hallo Klassine, goedemiddag. Hoi Joep. Even wachten. Mensen hebben even tijd nodig om in te checken op het programma, dus ik wacht nog even. En velen zijn natuurlijk ook nog aan het werk. Ik heb al een later tijdstip genomen vandaag. Maar het is ook zo'n heerlijk weer buiten, dus ik kan me voorstellen dat heel veel mensen liever nou buiten zitten dan binnen. Goedemiddag allemaal. Hallo Merven, leuk dat je er ook weer bij bent. En Joke is er ook weer. Hallo Joke. Groetjes uit Oostenrijk. Ik wacht even en dan beginnen we zo meteen. En voor degenen die er op dit moment niet bij kunnen zijn, je kunt in alle tijden de video, de livestream terugkijken. Goedemiddag Karen en Marjan. Jullie kunnen de livestream terugkijken. En als je hem de eerste keer niet goed kunt volgen, dan kun je hem ook nog eens een tweede keer of een derde keer doen. Net zo lang als het voor jou goed voelt. En dan wil ik nog even op iets terugkomen. Verschillende mensen dan schrijven dan, ik kan het niet voelen, of ik kan het niet zien, of ik kom niet verder. Iedereen moet het gewoon op zijn of haar tempo doen voor het moment wat voor jezelf goed is. En ik ben dan wel een medium en ik schrijf heel gemakkelijk en ik doe mijn dingen, maar ik voel de dingen. En ik zie met mijn innerlijke oog de dingen, maar dat heet niet dat ik daar een kant-en-klaar plaatje bij heb. Dus doe dat wat voor jou op dit moment goed voelt. Alles is gewoon goed. Dus trek er geen twijfels bij. Kun je beter voelen, dan voel gewoon in op die situatie. En er zal altijd iets veranderen, het zal altijd iets gebeuren. En probeer ook de dingen niet af te dwingen. Alles heeft gewoon zijn tijd nodig. Dus accepteer gewoon voor jezelf dat een verandering, een healing, niet in één keer kan gebeuren. Er is stapje voor stapje voor stapje voor nodig. En iedere stap die je neemt en iedere actie die je neemt, daar kom je vooruit. En ik heb vanmiddag een post geplaatst hier in de groep. En er zijn zoveel mensen die zich aanmelden voor iets. En ik vind het dan gewoon niet leuk dat ze niet de acties gaan doen die nodig zijn om nu eens echt iets voor zichzelf te bereiken. En dat vind ik dan zo jammer, want ik bied in alle opzicht zoveel waarde aan. Iedereen kan bij mij de gratis minicursus volgen. Ook daar zitten volgens mij een stuk of 6 of 8 gratis meditaties bij. Maar doe er dan ook iets mee. Kijk, ik kan alles downloaden gaan en alles over me aanvolgen melden, maar het is nog altijd aan jezelf om daarmee aan de slag te gaan. Dit wil ik even nog kwijt. Dus doe dat voor wat voor jou goed voelt. Het kan zijn dat ik niet vibreer met jullie energie en dat is ook prima. Iedereen zoekt maar voor zich uit wat voor hem of haar het beste is en waar hij of zij een match mee heeft. Dus dat was het wat ik even kwijt wilde. Zitten jullie allemaal lekker ergens op een plekje waar je niet gestoord wordt? Want dat is voor dit moment even belangrijk. Dat je helemaal mee kunt gaan in de meditatie. Goedemiddag Hilde. Dus ga maar even ergens zitten. Jullie zitten natuurlijk al. En dan de benen niet over elkaar, maar lekker naast elkaar. Probeer voor het moment even lekker te ontspannen. Maak het je zo gemakkelijk mogelijk.
Zet de telefoon uit als je dat op dit moment nog niet gedaan hebt, of op stil, want ook dat kan een hele storende factor zijn. En dan ga ik jullie langzaam meenemen op weer een geleide meditatie. En ik weet van tevoren niet waar het heen gaat. Ook voor mij is het iedere keer weer een nieuwe uitdaging om te kijken wat ik weer met jullie mag gaan delen. Dus het is niet standaard klaar. Ik lees het ook niet af en ik heb het ook niet van tevoren voorbereid. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, geniet er maar gewoon van. Voor diegenen die dat nog niet gedaan hebben, maak het je zo gemakkelijk mogelijk. En adem maar eens een paar keer dieper in en uit. Adem in, zover als mogelijk is, tot in de onderbuik. En blaas bij de uitademing stress, pijn, verdriet uit. Adem liefde in tot helemaal in je onderbuik. En blaas bij de uitademing spanning, stress en pijn uit. Adem liefde in en vul er je hele lichaam mee. En blaas bij de uitademing alles uit wat je voor dit moment los mag laten. En het gaat allemaal heel gemakkelijk. Je hoeft er niks voor te doen. Er alleen even je aandacht op te richten. En dan doen we het nog een keer. Adem liefde in. En vul je hele hart met liefde voor jezelf. Eigenliefde is zo belangrijk. En blaas bij de uitademing stress en spanning uit. Adem eigenliefde in. En kijk of liefde helemaal stromen kan. Vul er je hele lichaam mee. Vul er je hart en je longen mee. Je buik. De onderbuik. Je bekken. De bovenbenen. De knieën. De onderbenen. De voeten. De enkels en de tenen. Vul je schouders met liefdesenergie. De bovenarmen, de ellebogen, de onderarmen en de handen. En nog een stukje hoger, vul je nek- en keelgebied met liefde. En vul je hoofd met liefde, totdat jouw hele lichaam gevuld is met liefde. En liefde is een hele hoge energie, lieve mensen. Dus probeer je iedere dag af te stemmen op deze hoge vibratie, op liefdesenergie. En terwijl je hele lichaam nu gevuld is met deze liefdesenergie, laat je deze energie ook door je poriën, door je huid naar buiten stralen. En je vult daar ook dit gebied rondom je lichaam mee. Je vult er je aura mee. En ook je aura vult zich gemakkelijk met deze hoge energiefrequentie. En terwijl je dat gedaan hebt, gaan we nog even de eerste oefening doen van de eerste dag. Ga maar even met je gevoel naar je hart. Dan gaan we weer dat lijntje trekken, het koord trekken, vanuit je hart, naar beneden, door je stuit, naar beneden, de grond in. En dit koord gaat dieper en dieper naar beneden. En het gaat gemakkelijk,
steeds dieper naar beneden de aarde in, steeds dieper door alle aardlagen heen, tot je op een gegeven moment ergens uitkomt op jouw unieke plekje daar in Moeder Aarde. En daar mag je jouw koord weer verankeren, vastmaken op jouw unieke manier. En dan voel maar eens daar op dat plekje waar je je vast verankerd hebt met jouw koord. Aan welk stuk aarde jij jouw koord vastgemaakt hebt. Welke energie mag je vanuit de aarde mee omhoog nemen? Wat is voor jou nu op dit moment belangrijk? En neem deze energie vanuit het koord weer mee omhoog. Dat kan zelfvertrouwen zijn, misschien meer eigenwaarden, misschien een krachtenergie, alles wat je voor nou nodig hebt voor het moment. En deze energie neem je mee naar boven, door het koord omhoog. Steeds hoger gaat deze energie en komt jouw hart binnen. En vanuit jouw hart laat je deze energie stromen door heel jouw lichaam. Je vult er je hart mee, je longgebied, de schouders en omlaag naar de handen. En nog hoger gaat deze energie. Je vult er je nek en keelgebied mee en je hoofd. En verder naar beneden, je vult er je maag mee en de onderbuik en het bekken. En nog verder omlaag, de bovenbenen, de knieën, de onderbenen en de voeten en de tenen. Nu ben je gevuld met deze krachtige aardse energie. Nu gaan we het volgende doen. We vertrekken weer vanuit het hart. En vanuit het hart gaan we een lijntje, een koord trekken naar boven. De koord trek je vanuit je hart door je kruin naar boven, naar de hemel in. Steeds hoger trek je het koord. En hoger gaat het, totdat je ergens daar in het universum jouw unieke plekje vindt waar jij je mee mag verbinden. En maak je koord ook daar weer vast op jouw manier. Alles is goed. En voel maar eens in op die energie waar je nu daarboven mee verbonden hebt. Wat is dat voor fijne energie? Wat mag je op dit moment mee naar beneden nemen? Wat heb je nodig? En deze universele energie neem je dan vanuit het koord mee naar beneden. En je komt er weer jouw hart mee in. En vanuit het hart straalt deze energie ook verder uit. En je vult er weer je hele lichaam mee. Je vult er je borstkas mee, je maaggebied, de onderbuik en je bekken. Je vult er je bovenbenen mee, de knieën, de onderbenen, de voeten en de tenen. En de energie gaat ook omhoog. Je vult er je schouders mee, je nek en keelgebied en je hoofd. En omlaag, je vult er je armen mee
en je handen. Nu is jouw lichaam helemaal gevuld, enerzijds met krachtige aardse energie, anderzijds met universele energie. En je hebt beide energieën nodig om goed optimaal in het leven te staan. Beide koortjes goed verbonden, iedere dag opnieuw. Nu gaan we naar de volgende oefening. Het is belangrijk om te gaan kijken waar jouw energieveld ergens stopt. Dus voel eens in gedachten hoe ver jouw energie, jouw aura, naar buiten reikt vanaf jouw lichaam. En voel eens of dat voor jou goed voelt. En als dat niet zo is, trek dan in gedachten jouw energieveld korter naar je toe, aan de voorkant en aan de achterkant, aan de zijkant, aan de bovenkant en aan de onderkant, totdat het voor jou goed voelt. Dit is jouw ruimte die jij neemt en neemt voor jezelf. Dus die mag niet te ver naar buiten staan, want dan pik je alles op van de omgeving en dat is niet de bedoeling. Zo geef je veel te veel energie van jezelf weg. Dus deze oefening kun je ook heel snel iedere dag voor jezelf doen. Voel gewoon even waar jouw aura is en trek hem korter bij. Of als het andersom nodig is, kijk dan hoe ver die dan naar buiten mag. Nu gaan we de volgende oefening doen. Stel je voor dat vanuit jouw voeten wortels de grond ingaan. Jij bent een boom die heel sterk verankerd is, verworteld is met moeder aarde. En jouw wortels gaan heel diep de aarde in. Doe het maar eens. En reik zo ver uit met je wortels als wat voor jou goed voelt. En vanuit die wortels gaan we het lichaam nu voeden met kleurenenergie. Je trekt vanuit de wortels rode lichtenergie naar binnen. En deze lichtenergie, deze warme rode kleur, daar vul je je voeten mee. Je onderbenen, de knieën en de bovenbenen. En deze warme, krachtige energie komt je bekken binnen. En je vult er je eerste chakra mee. En omhoog naar de onderbuik. Je vult er je tweede chakra mee. Steeds verder trek je in gedachten deze warme rode energie omhoog. Je vult er je maaggebied mee, je hart- en longgebied en nog verder omhoog je nek- en keelgebied. En deze rode lichtenergie straalt door naar je armen en je handen en gaat ook verder omhoog naar jouw hoofd. En terwijl je nu jouw hele lichaam gevuld hebt met deze energie, ga je nou de volgende kleur vanuit je wortels omhoog halen. En nu is het een stralende kleur oranje lichtenergie die je vanuit de wortels mee omhoog haalt. Het oranje licht komt je voeten binnen, vult je onderbenen, de knieën, de bovenbenen en het bekken. Je vult er je buik mee, de onderbuik, de buik, je longgebied en je hart. En verder omhoog stroomt deze oranje lichtkleur. Je vult er je nek en schouders mee en je armen en handen. En verder omhoog je hoofd. En dit doen we nu met de volgende kleur
Vanuit de grond trek je nu een warme, gele, zonnige lichtkleur naar binnen. Vanuit je wortels omhoog. Je vult er je voeten mee. De onderbenen, de knieën, de bovenbenen en het bekken. Je vult er je onderbuik mee. Je maaggebied, het hart- en longgebied, je nek- en keelgebied en de schouders. Deze gele lichtenergie, die vult je armen en de handen en gaat verder omhoog en vult ook je hoofd helemaal. En dit doen we nu ook met de volgende kleur. Vanuit de wortels trek je nu de helende, groene lichtenergie naar boven. En deze groene lichtenergie vult je voeten, de onderbenen, de knieën en de bovenbenen. Je vult er je bekken mee, de onderbuik, de maag en het hart- en longgebied. En nog verder omhoog straalt deze groene, helende lichtenergie. Je vult er je nek- en keelgebied mee, je armen en de handen. En vervolgens ook jouw hoofd. Nu komt er vanuit boven een blauwe lichtbal naar beneden. Het is een mooie hemelsblauwe energie. En deze hemelsblauwe energie, die komt vanuit jouw kruin, jouw hoofd binnen. En deze blauwe energie vult je hele hoofd, je nek- en keelgebied en de schouders. Het vult je armen en de handen. En deze blauwe energie gaat gemakkelijk naar beneden en vult ook je borstkas, naar beneden de maag, de onderbuik en je bekken. En nog verder naar beneden, naar je bovenbenen, de knieën, de onderbenen en de voeten en de tenen. En vervolgens komt er een nieuwe lichtbal naar beneden. En dat heeft een donkerblauwe kleur. En ook deze lichtbal komt korterbij en komt jouw kruin binnen. En deze donkerblauwe kleur, die vult jouw hele hoofd, je nek- en keelgebied en je schouders. En de kleur gaat naar beneden en vult ook jouw armen en de handen. En deze blauwe kleur stroomt gemakkelijk verder naar beneden en vult ook je borstkast, de maag, de onderbuik en jouw bekken en stroomt nog verder naar beneden en vult de bovenbenen, de onderbenen en de voeten en de tenen. En vervolgens komt er een nieuwe lichtbal naar beneden en nu is het een paarse kleur en de lichtbal komt korterbij. Raakt je hoofd, je kruin en komt je hoofd binnen. En je hoofd wordt gevuld met deze paarse energie. En je vult er je nek- en keelgebied mee. Je schouders, de bovenarmen, de ellebogen, de onderarmen en de handen. En de energie stroomt verder naar beneden. En het vult jouw hart- en longgebied. De maag. De onderbuik. Je bekken. En nog verder omlaag.
Het vult je bovenbenen, de knieën, de onderbenen en de voeten en de tenen. En terwijl nou jouw hele lichaam gevuld is met alle kleuren van de regenboog, zit er zoveel kleur, zoveel in, en het meeste daarvan, wat te veel is, mag je door jouw huid, door jouw poriën, naar buiten laten stromen, zodat ook jouw hele energieveld om je heen gevuld wordt met al deze kleuren. Doe het maar. Vul er ook het gebied om je heen helemaal mee op. Nu vraagt even iets anders voor aandacht. Ik voel dat bij velen van jullie een bepaalde druk op de borst is. Ga even met je gevoel heen naar een bepaalde soort pijn of blok of druk of wat je ook voelt op die plek. Ga er met je gevoel helemaal in, op je borst, een speciaal plekje waar het op dit moment even zwaar voelt. En terwijl je daar je aandacht op richt, is er iets wat je op dit moment los mag gaan laten. Voel maar eens wat dat is. Wat is dat wat je daar zo angstvallig probeert vast te houden? Wat je niet meer dient op dit moment? Wat zit eronder? Welke emoties spelen er op deze plek? En als je zo invoelt daar op dat plekje, dan voel daar eens in. Voel het daar zwaar? Of misschien licht? Wat is het wat je daar specifiek voelt? Is die plek groot genoeg? Of mag die misschien groter worden? Wat zou je voor jezelf kunnen veranderen, zodat het voor jou op die plaats helemaal optimaal wordt? Jij kunt op dit moment daar alles veranderen wat er nodig is. Dus vraag maar eens daar aan die plek wat je er kunt doen. Wat heeft deze plek van jou nodig? En stel je dan ook voor dat je er alle hulp bij hebt. Misschien komt een gids jou helpen bij dit stukje. Een healing gids. Of iemand anders. En vraag of je bevrijd kunt worden van deze blokkade. Misschien bevrijd kunt worden van een stukje pijn en verdriet. En voel dan ook dat er verandering plaatsvindt. Alsof er ruimte gemaakt wordt. Alsof er licht op gaat schijnen. Alsof alles lichter wordt. En de ruimte precies zo wordt als het voor jou goed voelt. Er komt een opening in. Je kunt wel ademen, bepaalde druk gaat er vanaf. En op dit moment komen er verschillende healing gidsen naar je toe en word je omringd door helpers die jou gaan helpen bij dit stukje. Liefdesenergie wordt naar je toe gestuurd. Een hele fijne, diepe liefde. Energie wordt er naar je toegestuurd. Een helingsproces wordt er op dit moment in gang gebracht.
Je mag vandaag een stukje oud verdriet en pijn loslaten. Dus geef het alsjeblieft in de handen van de gidsen, van de helpers die nu om je heen staan. Laat het gebeuren en wees dankbaar ervoor dat er nu ruimte geschept mag worden. Ruimte voor nieuwe dingen. Het lijkt wel alsof er lasers gebruikt worden, dat dingen echt losgebrand worden, dat er echt chirurgisch werk gedaan wordt op dit moment, alsof er gekapt wordt. Heel diep wordt er gewerkt nu aan jezelf. En het kan zijn dat je op dit moment emotioneel wordt. Ook dat is goed. Laat de emoties gewoon maar stromen. Want alles wat je los kunt laten, dat ruimt steeds weer een stukje bij je op. Heel diepgaand werk wordt er nu gedaan op alle niveaus op deze plek. En bepaalde lijntjes waar je nog mee verbonden bent en die je niet meer dienen, verbindingen waar je last van hebt, die mogen nu op dit moment verbroken gaan worden. Nu stel je voor dat daar iemand staat die de verbindingen voor jou doorsnijdt en dat de lijntjes die jij naar anderen toegereikt hebt terug bij jezelf komen, zodat je meer weer bij jezelf blijft in je eigen energie. En een totaal verwerkingsproces komt er op gang. En het kan best wel heftig zijn. Het kan zijn dat je beelden krijgt van iets wat er gebeurd is. Kijk er maar na, zonder oordeel. En stuur er maar gewoon liefdevol energie heen. Misschien heeft een bepaalde plek vergeving nodig. Of wil je jezelf vergeving geven voor een bepaald stukje? Dat doe dat maar. En zeg jezelf, ik hou van je. Ik vergeef je. Het spijt me. En dank je wel dat ik dit even heb mogen zien. De helpers zijn klaar met hun behandeling en het kan zijn dat er nog energetisch doorgewerkt wordt als er veel losgemaakt mag worden. Neem de komende tijd veel meer ruimte in voor jezelf, wordt er hierbij gezegd. Rust op tijd, drink genoeg en geef heel duidelijk jouw grenzen aan. Dat is ook heel belangrijk. Dat je echt gaat aangeven dat het goed is voor jou. Ga niet maar kijken wat anderen willen, maar ga kijken wat jij wilt. En geef daar jouw grenzen in aan. Zeg nee als ook nee voelt. En blijf niet ja knikken terwijl je eigenlijk iets helemaal niet meer wilt doen. Dat is de boodschap wat de gidsen hierbij nog even willen aanreiken voor de komende tijd. Maak een diepe buiging voor jezelf. Geef jezelf een schouderklopje. Zeg tegen jezelf dat je het goed hebt gedaan. En wees dankbaar voor alle inzichten die je krijgt. En neem iedere dag een stapje verder op jouw weg. En langzaamaan richt je je aandacht weer helemaal op jouw lichaam. Je richt je aandacht weer op het oppervlak waar je op zit of ligt. En voelt weer dat je je in de ruimte bevindt waar je zit en ligt.
Je bent weer helemaal terug in je lichaam, terug in het hier en het nu. En als je echt voelt dat je van top tot teen weer helemaal in je lichaam bent, dan kun je, als het voor jou goed voelt, langzaamaan jouw ogen weer openen. En dan beweeg je met je nek en schouders. Je wiebelt eens met je tenen. En je voelt je lekker. Je voelt je energiek. Je voelt je helemaal opgeladen. En klaar voor verder te gaan met de dag. Dan ben ik eens benieuwd, lieve mensen, wat jullie hebben mogen ervaren. Wat jullie hebben mogen voelen bij de kleuren. En het kan best zijn dat jullie bij bepaalde kleuren misschien weerstand voelen. Dat er moeite is met bepaalde kleuren. En dat zegt dat er met die bepaalde kleuren dat er een probleem is. Dat er een blokkade zit op een bepaald gebied. Waar even meer aandacht aan besteed gaat worden. Ik hoop dat jullie heel veel hebben mogen opruimen. Dat de blok op jullie borstkas een stuk lichter is mogen worden. Geniet gewoon van de meditatie. Laat nou alles maar even bezinken voor jezelf. En ik zou zeggen, doe de meditatie misschien nog een keer voor andere stukjes in jezelf te helen. En dan wil ik hierbij afsluiten. En laat maar even weten wat jullie voelen en ervaren, wat er misschien geheeld is geworden. Oké, er komen hele leuke reacties binnen. Dankjewel, Joke en Marianne. Ja, dit is wat ik vandaag met jullie wilde delen. Dat jullie echt eens gaan voelen wat kleuren nu voor jullie kunnen betekenen. Kleuren zijn zo erg belangrijk in het leven. Wat zou het leven zijn zonder kleuren? En we hebben alle kleuren van het regenboog nodig om optimaal lekker in ons vel te zitten. Dan is er een hele hoop opgeruimd geworden, Huub, als je dat hebt gehad. Geeuwen is goed, gapen is goed. Er kan van alles zijn wat er op dit moment energetisch vrijkomt. Ja, dit is een oefening die kun je echt dagelijks doen. Om weer helemaal terug in balans te komen. Hele leuke ervaringen komen. Dan dank je wel, lieve mensen, voor het delen. Jannie, misschien moet je de oefening dan nog eens doen. En dan vraagt de engelen, de healing engelen, om ons extra met dat stuk op je borst aan de slag te gaan. Ja, lekker stroomt allemaal. Oké, fijn lieve mensen, ik wil hiermee afsluiten. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik zou zeggen, geniet van het weekend, van het zonnetje en vooral laat je iedere dag op met de energieën van de regenboog. Verbind je met de aarde. Verbind je met het universum. En zorg ervoor dat je aura precies op de goede plek zit. Zodat je niet onnodig energie van jezelf weggeeft. En voor morgen wil ik zeggen, ik weet nog niet hoe laat ik morgen de livestream ga doen. Kan best zijn dat het later is. Ik heb morgen hier een workshop met de helende kracht van kleuren. Ik geef morgen iemand echt een VIP-arrangement. Misschien ga ik nog een stukje met jullie delen hierover. Dus ik weet nog niet wanneer het er komt in de live-uitzending. Maar ik ga hem wel delen. Dus dat blijft een verrassing voor morgen. Fijne avond verder en fijn weekend alvast. Groetjes. Dag.